Goedendag, we zitten echt in een winterweek momenteel met lage temperaturen. Afgelopen nacht zelfs strenge vorst in delen van het land. En ja, dat betekent natuurlijk dat er al volop geschaatst wordt, veelal op baantjes. Hier en daar is men al met natuurijs bezig. En de komende dagen, ja, het blijft gewoon stevig vriezen. En dat betekent dat het ijs ook verder gaat aangroeien. Ik heb nog even de ijsdiktekaart erbij gepakt. Het model voor 1 meter diep water. Maar ik geef er wel direct bij aan, lokale effecten kunnen best nog wel een invloed hebben op het ijs. Maar we zien dan in het weekeinde dat we toch wel rond die 8 centimeter gaan uitkomen. Maar wat ook direct opvalt, is dat het na het weekeinde gedaan is. En hoe dat komt, dat ga ik u uitleggen in deze verwachting. Ik begin in eerste instantie met de bovenlucht, om nog maar eens aan te geven dat we echt met zeer koude lucht te maken hebben in het noorden van Europa. En wij pikken daar ook het randje van mee. En dat betekent echt wel dat het goed koud is. Ook komende nacht hier en daar strenge vorst. Ik sluit het zeker niet uit. Maar dan zien we toch wel dat er wat gaat veranderen. Want de kaart is inmiddels bij zondagavond aangekomen. En we zien die lichtere kleuren langzaam maar zeker over Nederland trekken. En dat betekent gewoon dat er zachtere lucht gaat aankomen. De kou die wordt verdrongen naar het noordoosten. En zachtere lucht dringt op. En dat betekent dat we zondag op maandag zo'n beetje echt met een weersverandering te maken gaan krijgen. Waarbij de temperatuur flink hoger gaat worden. Nogmaals, we kijken hier naar een kaart op 5 kilometer hoogte, maar die zachte lucht die is ook aan de grond aanwezig. Ik ga hem nog eventjes door laten spelen, want we zien een tweede koude bel en die komt dan in de loop van volgende week wel dichterbij. Niet zo extreem koud als de afgelopen tijd, maar in de tweede helft van volgende week sluit ik toch niet uit dat er weer eens af en toe een natte sneeuwbui kan gaan vallen. Pakken de weerkaarten erbij voor aan de grond. Die pakken we op dinsdagavond en dan begin ik met enkele buien die boven de Noordzee aanwezig zijn en komende avond, nacht en ook morgenochtend toch wel zal Nederland kunnen gaan bereiken. En dat betekent dat het misschien wel heel glad wordt. Een specifieke weersverwachting heb ik daarvoor al op internet gezet voor de komende 24 tot 48 uur. Ik zet de animatie in beweging en dan zien we ook dat die buien vanaf de Noordzee toch wel dichterbij kunnen komen. Dan richting het weekeinde weer eventjes een hoge drukgebied. En dan zet ik de kaart stil, want dan is het inmiddels zondag 9 uur geworden. Dan gaat de stroming meer zuidelijk worden. En wat we dan ook zien is dit systeem. En dit systeem, dat is eigenlijk de dooi aanval die we gaan krijgen. Neerslag zit daarbij en die gaat ons in de loop van zondag of in de nacht van zondag op maandag bereiken. Verschillende weermodellen hebben nog een beetje een andere timing. Maar één ding is zeker, hierachter zit veel zachtere lucht. En die zachtere lucht die gaan we dan op maandag en dinsdag ervaren. En dan is het ook direct helemaal gedaan met de vorst. Ik zet de animatie nog eventjes aan, dan zagen we het systeem overtrekken en dan pauzeer ik nog eventjes. Dan krijgen we dinsdag nog een keer een systeem wat over gaat trekken. En daarna gaat de stroming meer noordwest worden. Dan komen we uit op dinsdagavond en ook woensdag. En dan komt er toch weer die wat koudere lucht onze kant op. Nogmaals, niet zo koud als de lucht waar we deze week mee te maken hebben. Maar toch wel koud genoeg om hier en daar misschien wel een winterse bui te gaan produceren in de loop van de tweede week. Als ik u straks het temperatuurprofiel laat zien, dan begrijpt u ook wel dat het ook kan, omdat die middagtemperaturen dan ook weer wat lager gaan worden. Goed, dat zijn de weerkaarten. Dan gaan we verder met de kaart nog eventjes snel voor donderdag. Hoe ziet dat eruit? Nou, temperatuur komt waarschijnlijk toch alweer iets boven nul. Dat is dus voor morgen. Aan zee de hoogste temperatuur. Het winterse buitje wat ik al benoemde. En vooral in de ochtend is er ook nog kans op gladheid. Regionale gladheid. Houdt u goed de waarschuwing in de gaten. Dan gaan we verder met vrijdag, zaterdag en zondag. Maxima iets boven het vriespunt. De nachten nog steeds lichte en ook matige vorst. Beetje afhankelijk van waar u zit in het land. En dat betekent dus dat die ijsgroei nog eventjes door kan gaan. Maar dan komt dat systeem dus wat ik aangaf. En dat kunnen we heel mooi terugzien in de temperatuurprofielen. Dan zien we ook direct dat de zekerheid heel groot is. Want eigenlijk alle members, zoals we dat noemen, die doen mee. En in de loop van zondag gaat die temperatuur dus omhoog. En dan zitten we opeens op maandag en dinsdag met temperaturen ergens tussen 8 en 10 graden. En dan kunt u zich voorstellen dat het dan echt goed dooit al direct. Het is ook nog eens zo dat het een steviger gaat waaien, want dat kan ik u hier mooi laten zien. We hebben dan tot en met zondag eigenlijk te maken met een zwakke tot matige wind. Maar vanaf zondag, in de loop van zondag en met name op maandag en dinsdag, dan zitten we opeens zo rond die 4-5 Beaufort met die regen erbij. Ja, dat is echt compleet ander weer. Daarna zakt die wind niet echt terug, die blijft dan zo rond 4 Beaufort.
die stroming die blijft wat meer uit westelijke richtingen en de aangevoerde lucht. Nou, die wordt dus wel wat kouder, hè? Kan ik u hier nog wel even laten zien. Want we zien echt heel duidelijk die bult van zachte lucht rond die 10 graden op maandag en dinsdag. Maar daarna gaat toch de average weer wat lager uitkomen. En zitten we zo, ja, laten we zeggen, tussen de 3 en de 6 graden over het algemeen. Met in de nachten misschien nog wel eens een keer lichte vorst. Dat is allemaal mogelijk in de tweede helft van volgende week. Kijken we tot slot ook nog even naar de neerslagkansen. Nou, dan zien we dat het voor Midden-Nederland die neerslagkans tot en met zaterdag heel laag is. En vanaf zondag, ja, als dat systeem dan gaat komen, dan gaan natuurlijk die neerslagkansen omhoog. En daarna blijven ze ook wel hoger dan wat we deze week meemaken. Dus heel duidelijk in alle weermodellen dat er een weersomslag gaat plaatsvinden in de loop van zondag of in de nacht van zondag op maandag. Fijne dag.